Dat gaf mij al een mooie haak. De afgelopen vrijdag was ik bij GKB in Barendrecht. Een familiebedrijf, 140 mensen. Bestaat al sinds de oorlog en ze houden zich bezig met een heel breed palet. Van bomen planten, speeltuinen bouwen, tot aan de groenvoorziening onderhouden van gemeenten. En zij wilden heel graag, omdat ze zo'n breed palet hebben, ook een opleiding die zowel nieuwe mensen binnen hun bedrijf kan brengen als ook hun huidige personeel beter kan maken. En die opleiding konden ze niet vinden. Die opleiding hebben ze vervolgens maar zelf bedacht, zelf gemaakt. Volgens alle vereisten, inspectienormen, ingewikkelde nummers, allemaal aanvragen. En het is ze gelukt. Het heeft ze een vermogen gekost, maar ze wilden het. Het is ze gelukt. Maar voorzitter, dat is niet iedereen gegund in het MKB. Maar we willen het eigenlijk wel. We willen eigenlijk wel dat die MKB'er kan investeren in scholing. En misschien zelfs wel die hele cultuur, leercultuur, op zijn werkvloer goed georganiseerd heeft. Zodat het aantrekkelijk is om je daar te ontwikkelen. En je ook niet die grote stap naar die school soms moet zetten. Want dat houdt mensen soms ook van het leren af.